En mede vroeg mij vorige week al van ja, gaan we dat samen zingen voor mijn verjaardag? En ik zei nee, we gaan dat niet doen. En gewoon zei van oeh, we gaan. Ik zeg nee, ik zeg we gaan dat niet doen, we gaan iets anders doen. Nu, ik heb tot vandaag kunnen zwijgen tegen Gwijn, en Gwijn heeft geen flauw idee wat er nu gaat gebeuren. Nu, ik heb een verrassing voor Gwijn, maar eigenlijk is het niet alleen een verrassing voor Gwijn, eigenlijk is het een verrassing voor iedereen. Voor alle kinderen van de school, maar Gwijn mag het vandaag ook doen, want het is een cadeautje, een verrassing, voor iedereen van de hele school. Gwijn, alsjeblieft, gelukkige verjaardag. Oei, doe ik aan iedereen wat geven? Een sleutel. Ja, en nu is de vraag van wat zou die sleutel niet zijn natuurlijk. Van de deur. Gwijn krijgt een deur voor zijn verjaardag. Nee, het is niet van de deur. Ik zal een klein dingetje verklappen. Het is een sleutel van een instrument die wij mogen gebruiken van iemand. Die daar hier heel op de school komen zetten is. Wat zou dat kunnen zijn? De sleutel van de viool. Van? Oké, de sleutel van de piano. Waar zouden ze die piano nu gezet hebben? Zou er naar een piano staan, denk ik? Gaan we kijken of er naar een piano staat gaan? Ze is op slot. Ze is op slot. Wacht, ik weet nog wel even kijken. Nu, ik moet daar wel iets bij vertellen, want die piano, die is niet van ons. Ja, die is niet van ons. Maar die is van een meneer die jullie kennen. Die piano is van meneer... Ja, die piano is van meneer Hans. Want meneer Hans zei, ja, die vleugelpiano gaat nu weg. En dat is een beetje jammer. En hij zei van, weet je wat, ik zal een piano kopen en dan mogen jullie die gebruiken. Maar ja, meneer Hans had er heel graag vanmiddag bij geweest om zelf de sleutel te kunnen geven en zo, maar hij is ziek. Maar ik heb gezegd dat we alles gingen filmen en Hans is flink bezig om alles te filmen, dus daar dat meneer Hans het ook kan zien. Nu, ik heb met meneer Hans een afspraak gemaakt, want meneer Hans zei van ja, zouden jullie graag ook zo'n mooie piano hebben, echt van de school? En ik dacht van dat is misschien wel leuk, want af en toe hebben we wat concerten en zo. Maar, en bij deze ook nog een warme oproep aan alle mensen die nog niet weten dat er volgende week donderdag een concert doorgaat van Tjan Lindberg. Ik heb met Hans afgesproken van kijk, wij gaan die piano kopen, maar wij gaan dat stukje per beetje doen. Wanneer het uitkomt zullen wij een stukje betalen. En misschien binnen volgend jaar, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, is die piano dan helemaal eigendom van de Open Fluit. Op dit moment mogen we hem gebruiken van Hans, zolang dat we hem nog aan het afbetalen zouden zijn. Dus warm op voor de mensen die nog geen kaart hebben voor volgende week donderdag, voor het concert van Tjan Lindberger. Deze piano wordt ermee mee afbetaald. Ja, nu hebben we een mooie piano. Maar nu is de vraag, hebben we ook nog, want eigenlijk kwijt, dat was niet voor jou alleen. Nee, ik heb nog een verrassing. Want we hebben vanmiddag ook in ons midden een ongelooflijk fantastisch getalenteerde pianist weten te schikken. Er is iemand, Gwijnen, die helemaal speciaal voor jou een liedje gaat spelen vanmiddag op de nieuwe piano. Vind je dat een goed idee? Ja, dames en heren, maak een applaus voor Michiel Sebastian Doré! Ik ben blij dat je ook voor zitten, want het volgende liedje is helemaal speciaal voor jou. Je gaat hem eerst nog oploeven, hij zijn de binnenzijde staan.
En daarmee is het ook een hoop alle kiezen. Een applaus voor de jury, die hier net straks nog mee spelen. En een applaus natuurlijk voor mij. Ja, dan gaan we het woord laten. Dan kan ik weer je wacht terug in je hoofdplaats gaan zetten. Maar om zo'n concept voor je maken. Dat heb ik nog nooit gekregen. We gaan beginnen met de allerjongste. Met de kids van Evo Mozart. Want ze hebben ook van alles gedaan en ze willen heel graag voor jullie ook een liedje zingen vandaag. Komt wel bij de kindjes van Johnny. Al die mooie bloemetjes. Het zijn hele kleine stemmetjes, dus je moet het heel stil. Zaadjes en over bloemetjes en over plantjes en daar hebben ze ook nog een liedje over. Maar ze beginnen allemaal heel klein, want ze zijn allemaal zaadjes. Heel graag een liedje spelen. Normaal gezien was het een Whitman, maar het is door ziekte van vier handen naar een katrenman gereduceerd vanmiddag. Maar ze gaan er met de twee ook volledig kunnen volwerken, denk ik. Al waar zo groot kunt. Gaan we naar de Oké, Femme speelt samen met Hannes voor ons een liedje dat we vroeger nog zullen hebben in samenzang. Zij spelen The Drunken Sailor. Geef een applausje voor Femme en Hannes. En
dan mogen we de politie afwenden van de klas van Ellen Bijbel.